Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, kooiwijzerkijkers. Deze is weer gepikt van de kooipodcast. Dus die, ik heb dat pas nog aangehaald in een andere video die volgens mij vandaag live gaat. Wie had dat bedacht? Robert of jij of Egel? Ja, Robert kwam ermee dat een andere podcast ook weer zo begon. Dus, we nemen het gewoon over. Het is gewoon een stokje. Ja. Het is estafette. Live nu op dit moment op het event van 7 september bij Veldhoven Koi Farm. Daar speelt Sander ook een belangrijke rol in als partner hier. Maar ik neem heel even Sander terzijde om even jullie te vertellen dat hij over hoeveel dagen eigenlijk? Vanaf nu is het 23 dagen. Over 23 dagen gaat Sander naar Japan. Maar de datum is 30 september. Maar hij gaat naar Japan, hij gaat al van alles voorbereiden. En hij sponsort Kooiwijzer dit jaar met de reis naar Japan. En dat betekent dat ik een week later aansluit. Ja. Neem ik Robert mee, ja. Ik neem Ron, een klant van jou, mee. Ron Pauli die gaat mee, dus we gaan, wat gaan we doen? Nou, we gaan vissen kopen natuurlijk, want onze najaarsreis duurt al drie, vier weken. Ja. Een beetje omdat wij helpen bij Genji elke dag. Nou, dat gaan jullie dus ook doen, dus ik ga de eerste week al helpen en jullie sluiten aan. Dus dat betekent dat we elke dag een mupond gaan afvangen. Dat vind dus dan ga ik daar staan achter de camera, want dan ga ik even gewoon filmen. En dan ga jij, ik slepen, tillen, sjouwen. Dit vind ik echt leuk, jongens. Ja. Hoe dat werkt, bij Genji gaan we ze afvangen, dan gaan we naar het kooihuis. Daar gaat Genji altijd eerst zijn vis selecteren op prijs. En uit die selectie mogen wij dan elke dag onze selectie maken als eerste voor de winkel. Kooi. Voordat alle andere dealers mogen scheppen, kunnen wij dat doen. Dus dat is heel leuk. Ja. En dan de middag gaan we zien wat ons brengt. Maar de ochtend is dus eigenlijk het leukste. Ja, ja, nou, dit is echt... Ik kijk ernaar uit, ik neem een drone mee, mijn GoPro mee, mijn fotostel, mijn filmcamera. En als ik nog andere attributen droge sokken, want je droge gaat die mupond sokken in natuurlijk. Jij zorgt voor schoenen die mij fitten. Ja, heb ik al nagevraagd. De maat is oké. Nou, dit is... Ja, en jongens, als je, het is een uitgelezen kans als je zo vaak een mudpond mag afvangen. Voor mij in ieder geval, want ik heb dat pas één keer gedaan. Hopelijk hebben we mooi weer voor mooie beelden. Maar is er een bepaald beeld wat je graag zou willen hebben? Schrijf het even in de comments en dan neem ik dat mee. Want dan, of voor de video. Want of voor de video. Natuurlijk daar het proces erna ook filmen. Hè? Dus ik ga het sowieso het hele proces. Ja. Is er inderdaad in het proces van afvangen tot selectie en verscheping hier naartoe nog iets waar je een vraagteken bij hebt? Weet ik veel. Hoe lang die vissen niet eten voordat ze getransporteerd worden. Hoeveel water erin zit. Laat het weten. Wij kunnen dan daarop induiken. Ja, en als ze natuurlijk een variëteit zoeken nog. Nou, daar wil ik net naartoe gaan. Want we hebben de eerste keus. Dus, ja, nou, dus en ik weet dat jij de laatste keer... Nou, ik heb heel veel video's van jou al gezien. Maar er was een keer dat jij zei... Ik moet op zoek gaan naar een Budogoromo. Ja, dat ga ik niet meer zeggen. Dat ga je niet meer zeggen? Dat lijstje is nog steeds zo lang. Oh ja, dus die moet je dus niet bestellen. Want die zijn dan schaars, of niet? Ja. Maar ik kan nog onder de film zitten of je wil dat ik hem selecteer of Ben. Oh ja. Maar Ben is er ook. Dus dan kan Ben natuurlijk bij Genji ook... En zullen we ook iets met variëteiten doen als we daar toch zijn? Nou ja, je Genji heeft 6 of 18 variëteiten of zo. Dus dat zouden we kunnen doen. Ja. Zoiets kunnen we doen. Zullen we een kooi podcast doen? Kan ook nog. Ik denk dat we tijd tekort hebben. Nou ja, kom maar op met ideeën. Wij hebben er ontzettend veel zin in. Kunnen we iets voor jullie betekenen? Laat het dan ook weten. Zoekopdrachten kun je gewoon naar Sander sturen. En ik ben er ter plekke. Ik kijk er naar uit. En tot de volgende keer. Houdoe.